voor mezelf ook wel eens een mooie stap. Ik heb 3 jaar bij Stappers gespeeld. Eigenlijk altijd basis ook gespeeld. En ja, ik zie dit als een mooie uitdaging nu bij DVS om basisplaats te veroveren. De volgende die zich graag wil voorstellen is... Frank van den Burg. En Frank van den Burg, je komt uit? Ik kom uit Zwolle en ben ik ook geboren. Woon ik ook al mijn hele leven, dus ja, een echte blauwvinger. Ja, inderdaad, ja. En daar ook gestudeerd, hè? Klopt, ja. Ik heb vorig jaar de KALO afgerond, dus zeg maar de sportopleiding. En ik heb toevallig echt deze zomer een vaste baan gekregen bij Sportservice Zwolle. Daar ga ik per 1 september aan de slag. Wat houdt dat precies in, sportservice? Ja, het is eigenlijk wat breder dan alleen lesgeven. Het is lesgeven op basisscholen, gymles dan. Maar daarnaast ook sportevenementen organiseren, ouderensport. Eigenlijk alles in de omgeving Zwolle wat met sport te maken heeft. Ja, zeg, DVS heeft jou benaderd toen je speelde voor Staphorst. Hoe ging dat? Vertel eens. Ik hoorde rond de winterstop dat DVS interesse in me had. Ja, daar heb ik een tijdje over nagedacht en wat overleg natuurlijk met mensen die ik kende. Is het een mooie stap vooruit? Ja, dat kreeg ik al snel te horen. Ja, het is echt een leuke ploeg, goed voelende ploeg ook. Gezellige ploeg qua mensen hier, organisatie. En ik zag het voor mezelf ook wel als een mooie stap. Ik heb 3 jaar bij Stappers gespeeld. Eigenlijk altijd basis ook gespeeld. En ik zie dit als een mooie uitdaging nu bij DVS om basisplaats te veroveren. En is dat ook een beetje uitgekomen die eerste weken bij DVS? De gezelligheid en de kwaliteit? We zijn natuurlijk net terug van trainingskamp in Groesbeek. En daar leer je toch de jongens op een andere manier kennen dan alleen op het veld. En ik moet zeggen dat me dat echt wel goed is bevallen. Je gaat natuurlijk de kamers een beetje af. Hè. Je doet af en toe nog een keer een drankje met z'n allen. We zijn met z'n allen op stap geweest. Dat is goed voor de teamgeest natuurlijk. En ik denk dat dat wel belangrijk is, vooral aan het begin van het seizoen. Om echt een leuk hecht team te kweken. Zaten er nog typische spelen bij waarbij de nadruk op teamgeest was? Want als sporter, als leraar zelf, kom je dat natuurlijk ook vaak tegen. Nee, tuurlijk. Ja, een typische speler. Je hebt natuurlijk meerdere spelers die echt zorgen voor een goede teamgeest. En ik denk eigenlijk dat er niet één iemand daar uitspringt. Ja, je hebt natuurlijk de wat oude spelers. Sorry Dennis, maar Dennis is natuurlijk altijd aanvoerder geweest ook. Hier en dat is gewoon een speler die ook zorgt voor een goede teamsfeer. Maar daar heb je er veel meer van hoor. Rood komt wat later en die is ook wel een grapjas. Dus genieten. Ja. Basiel Camara heb je ook veel van geleerd? Ja, dat is wel een grapjas. Ja. Die heb ik ook al leren kennen dit weekend. Ja. Ik zie dat langzaam maar zeker de training al begint. De maandagavond training. Hoe is het met je fitheid? Je had even een wat lastige ontsteking aan je elleboog. Ja, klopt. Ik had een ontsteking aan mijn elleboog. Dus ik heb een 10-daagse antibiotica-kuur gehad. Dus ik mocht even, een kleine 5 dagen mocht ik even niet sporten. Echter is nu alles weer hersteld. Afgelopen zaterdag ook mijn eerste minuten voor DVS gemaakt. En beviel het? Ja, beviel goed. Ja, leuke pot tegen de Treffers. En volgens mij heb ik ook een mooie uitslag neergezet. Dus dat smaakt naar meer. Dat smaakt naar meer. Ja. Verwachtingen voor dit seizoen? Qua team? Of voor jezelf? Ja, ik wil uiteindelijk gewoon proberen een basisplaats hier te krijgen. Ik weet dat ik voetbal nog moet bijleren. Daar ben ik druk mee bezig. En verdedigend zit het wel goed. Alleen ik wil nog wat meer in balbezit. Wil ik nog mezelf wat meer ontwikkelen. We wensen je daar heel veel succes mee, Frank. Hey, dankjewel. Ja.